Dag iedereen, welkom bij Startup Sofa. Gezien wij dus nog steeds in ons kot moeten blijven, ziet deze Startup Sofa er deze keer iets anders uit. Maar daarvoor gaat hij niet minder boeiend zijn, want vandaag heb ik Jorik Rombouts, de founder van Rombit, te gast. Dag Jorik. Hallo. Alles oké? Ja, zeker. Het is wat een aparte situatie. Normaal gezien zitten wij gezellig in een sofa in onze Wayspace in Antwerpen. Nu hebben we het op een virtuele manier opgezet. Ja. Maar alleszins bedankt dat je even de tijd wou nemen om met ons te praten. Dat is niks, hè? Ik heb hier ook een sofa klaarstaan, hè? Ja, dat is super. Je bent de founder van Rombit. Zou je kort even de activiteiten van Rombit willen beschrijven? Ja, dus we zijn een bedrijf gespecialiseerd in digitalisatie van zware industrie. Dus vooral complexe, grote industriële terreinen, sites, die helpen om te digitaliseren. Met behulp van IoT en AI, dus alles connecteren en daar slimme toepassingen op bouwen. Ten behoeve van security, safety en efficiency is wat we doen. Ik heb wat op jullie website gescrollt en daarin stond iets heel interessant, vond ik. En dat is dat jullie beyond de IoT-hype gaan. Ja. Maar wat bedoel je juist met die beyond de IoT-hype? Ja, met de IoT-hype bedoelen we dat er heel veel spelers en bedrijven bezig zijn met initiatieven rond IoT. Maar automatisch denken we dan aan 3D geprinte modules, aan POC's, proof of concepts, aan proberen, testen, falen, terug opnieuw. En we staan ook nog maar aan de vooravond van heel het IoT-gebeuren. En dat is eigenlijk waar wij de volgende stap zetten. Vroeger waren we ook meer een IoT-bedrijf waar het doel was connecteren en IoT. Terwijl nu bij ons het doel ondertussen al is wat doen we eigenlijk met al die data die komt uit die IoT. En langs de ene kant zie je dan dat de dingen die we bouwen, dat we daar echt wel streven naar industrial readiness. Dus dat onze devices echt klaar zijn voor gebruik op grote schaal en klaar zijn voor schaalbaarheid. En langs de andere kant bedoelen we daar dus mee dat we ook al bezig zijn van oké, maar wat doen we met al die data? En dat het IoT meer het middel is geworden, maar het tool nu echt de applicaties er bovenop is. In een recente In de Spotlight dat we met de Factory hebben georganiseerd, vertellen jullie CEO John Bakelmans over hoe Rombit eigenlijk in de afgelopen coronacrisis een opportuniteit heeft gezien. Hè? Jullie hebben een smart bracelet geïntroduceerd met een social distancing feature. Hoe kwamen jullie op dat idee? Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, iemand van ons team kwam er mee af. Volgens mij was dat Evert. Ik kwam met dat idee, ik stuur een mailtje rond van hey, we hebben van een paar klanten nu al de vraag gekregen, social distancing, zouden we daar iets mee doen? En ik weet nog dat ik daarop heb geantwoord, mannen, is dat wel een goed idee? COVID is maar tijdelijk, misschien moet je beter focussen op de roadmap. En dan hebben ze geantwoord, maar ja, we blijven de vraag krijgen, we gaan er toch een keer onderzoek naar doen en er toch een keer naar kijken. En dan hebben ze op een paar weken tijd al die COVID-functionaliteit ontwikkeld. En dan hebben we dat samen met Port of Antwerp getest, aangekondigd in het nieuws en toen is het ontploft. Ja, het is wel echt ontploft. Hè. Jullie hebben superveel belangstelling gekregen voor die bracelet. Hoe belangrijk was het eigenlijk om op dat moment, in tijden van crisis, heel snel een beslissing te kunnen maken om ook effectief zo'n zaken te ontwikkelen en uit te rollen? Ja, gelukkig hebben ze mijn opmerking genegeerd. En ze zijn daar heel snel mee van start gegaan. Het goede was wel, wij deden al distancing, dus het monitoren van afstand tussen mens en machine. Ja. Dus het was voor ons heel gemakkelijk om daar gewoon tussen mens en mens van te maken. Dus op een paar weken tijd hebben wij dat kunnen ombouwen. En ja, dat is natuurlijk wel gezien nu heel veel bedrijven op de markt komen, startups. Die komen iets dat ze in 3 weken tijd geëngineerd hebben. Ja, we hebben al onze device 3 jaar geëngineerd. Mm-hmm. Maar we hadden wel een enorme grote voorsprong. Maar natuurlijk, iedereen percepeert dat zo. Het was wel key om echt heel snel erin te schakelen. Die functionaliteit heel snel te bouwen. Maar ook marketinggewijs, om er heel snel op in te spelen. Aparte website te maken, aparte pagina's, aparte pushberichten, noem maar op. Snel schakelen was key, want er komen zoveel spelers op de markt dat de klanten op dure bos door de boom niet meer zien.
Wat is jullie ambitie op lange termijn met die armband? Wel, onze ambitie is eigenlijk onveranderd. Dus onze ambitie was en is om wereldwijd de zware industrie veiliger te maken. En er zijn een paar dingen. Hè. We hebben onze 5 basisfunctionaliteiten, zoals valdetectie, als collision warning met voertuigen, als geofencing, certificatie en evacuatie. Nu, die 5 zaken in 1 device, dat is uniek wereldwijd. En het is echt onze missie om wereldwijd binnen heel die zware industrie, die complexe industrie, waar mensen amper digitaal aanspreekbaar zijn, omdat je vaak geen telefoon mag bij hebben of je hem niet mocht gebruiken. En een badge is gewoon, dat gaat niet ver genoeg. En daar is echt onze missie om iedereen digitaal aanspreekbaar te maken en zo de werkomgeving veiliger te maken en in sommige gevallen ook efficiëntie te verbeteren. Mm-hmm. Ja, want ik kan me inbeelden in grote logistieke zones, industriële zones, zoals bijvoorbeeld de haven van Antwerpen, is veiligheid absoluut een topprioriteit. Er zijn waarschijnlijk heel veel ongevallen die helaas gebeuren. En oorspronkelijk hadden jullie dan de link gemaakt, de mensen moeten veilig zijn ten opzichte van een machine. Natuurlijk had niemand zich kunnen inbeelden dat er nu ook een veiligheid is ten opzichte van elkaar. Is dat iets wat jullie in jullie plan zat, om sowieso ook al mensen op een veilige afstand van elkaar te zetten? Of is dat echt een feature dat door de coronacrisis nu toegevoegd is? Ja, tuurlijk. Nee, dat staat niet in het plan. Ik weet niet of dat iemand ooit heeft nagedacht voor corona over mensen uit elkaar houden. Dus we zijn 2 weken lang wereldwijd echt in het nieuws gekomen. We hebben op 2 weken tijd, kan ik zeggen, meer dan 5000 offerte aanvragen gekregen. Die 5000 offerte aanvragen gaan gemiddeld van 1000 tot 15.000 devices per aanvraag. Dat is offerte voor vragen. Mm-hmm. En wat wij proberen te doen, is in die offerte aanvraag echt te kijken, zoeken ze alleen naar de COVID-functionaliteit of zoeken ze naar de volledige functionaliteit van onze device? Eind vorig jaar hebben jullie succesvol een Series B investeringsronde afgerond. Onder andere Investlink investeerde in totaal zo'n 10 miljoen euro in Rombit. Nu natuurlijk kan ik me voorstellen dat dat wel een goed geschenk was net voor die crisis. Heeft die kapitaalophaling jullie nu weerbaarder gemaakt? Zou je het zonder die verse investering ook zo goed gehaald hebben, zeg maar? Het antwoord is nee. Nee, die investering was nodig. Die was ook zonder corona nodig. Ons businessplan bestond eigenlijk uit 2 schijven van 5 miljoen. En onze vorige investeerder heeft daar 1 schijf van gedaan. Maar de tweede schijf bleef uit. En dan hebben we nieuwe investeerders gezocht die de eerste schijf hebben overgenomen en dan wel de tweede schijf ook gedaan hebben. Mm-hmm. Dus ondertussen inderdaad is er nu 5,5 miljoen kapitaal bijgekomen en is daarmee ons plan, ons businessplan eigenlijk voldaan. Dus nu is het gewoon nog kwestie van met dat geld het verder uitwerken en ons doel behalen. Hè. Maar ik kan u wel zeggen dat door heel die coronacrisis en heel dat gebeuren, dat er bepaalde doelstellingen zijn van 2023 dat we misschien dit jaar al zullen halen. Maar ik kan ook wel zeggen dat onze projectbusiness en onze andere business, hè, want de wearable is niet het enige dat we doen, dat die ook stabiel is gebleven. Dus daar hadden we schrik voor. Ook net voor die coronacrisis hadden jullie net aangekondigd dat John Bakelmans jullie nieuwe CEO zou worden. Ja. Daarmee halen jullie natuurlijk een pak expertise binnen het bedrijf. Maar ja, dan kwam die coronacrisis, snel handelen. We hebben het er daarnet al over gehad, dat dat superbelangrijk is. Ja. Hoe was het om die crisis eigenlijk aan te pakken met een gloednieuwe CEO die misschien het bedrijf nog, allee, de ins en outs van het bedrijf nog moest leren kennen? Ja, onverwacht fantastisch, hè. het was langs beide kanten leuk, omdat je denkt eerst van, oei, John moet dan binnenkomen en kan de mensen zelfs nog niet zien. Maar tegelijkertijd zie je dan door met de stormloop op die wearable dat het geen overbodige luxe was dat onze bevoegdheden opgesplitst werden. Want ik hou me eigenlijk voornamelijk bezig met netwerken, het lobbyen, het uitzoeken van partnerships en het kijken naar internationale business. En hij houdt zich vooral bezig met de running concerns, meer structuur brengen in het bedrijf. En dan vooral ook zo'n dingen als de productie van de wearable. En dat had gewoon echt wel te veel geweest voor mij alleen.
Ik ben 2 jaar bezig geweest met het zoeken van de CEO en van de juiste persoon. Ik heb daar 2 jaar over gedaan, want dat is een heel belangrijke beslissing. Jezelf vervangen, dat doe je niet zomaar en daar gaat het niet licht over. Maar met hem heb ik echt de perfecte persoon gevonden en dat is een super match. Het is inderdaad, ik veronderstel dat het heel moeilijk is om iemand te zoeken om jou deels te vervangen, zeg maar. Ja. Wat waren jouw criteria dan? Wat stond er op jouw wishlist voor de nieuwe CEO? Wel, John heeft de 3 criteria die ik zocht. En dat is op de eerste plaats, is dan een echte manager. Dus dat is, ik ben meer een ondernemer, ik ben een risicoman. Ik durf zotte dingen zeggen, bedenken, doen. Hij is iemand van stabiliteit, iemand die KPI's oplegt, iemand die de mensen opvolgt, de mensen ondersteunt in hun groei. Waar ik meer de motivator en een speerpunt ben. Ja. Maar natuurlijk, die groei moet ook veel beter gestructureerd worden en heeft er gewoon veel meer ervaring in. Dat was het eerste punt. Tweede punt, hij is technisch onderlegd. Van bij Cisco, heeft heel veel CTO-rollen gehad, van bij IMEC, ook met wat hij gestudeerd heeft. Dus hij is ook nog eens technisch en dat is ook heel belangrijk dat het team en zowel leveranciers hem geen blaasjes kunnen wijsmaken op vlak van dingen die opgeleverd moeten worden. En hij kan ook doordachte beslissingen nemen. Ja, en het derde, ook heel belangrijk, hij is dan ook nog eens, want dan zou je bij zo iemand u zo echt een heel serieuze ingenieur voorstellen. Maar hij is ook nog eens iemand die commercieel is aangelegd, die op het podium kan staan, die bij klanten kan zitten en die de gunningsfactor heeft. Hij heeft ook voor een stuk hetzelfde netwerk als ik, wat maakt dat mensen automatisch toch ook al naar hen bellen. En dat allemaal samen maakt hem de perfecte vervanger, want ik kan het eigenlijk volledig loslaten hier en mijn ding doen. Dus dat is fantastisch. Ja, ja, dat is heel belangrijk, hè? Als je voelt dat je dat vertrouwen hebt en dat je hem... volledig kan laten gaan, zeg maar, in zijn nieuwe rol. Ja, super, super leuk. Ik kan dat ook aanraden aan iedereen om op een gegeven moment om te doen. Als je echt ondernemer bent, je bedrijf verdient meer. Mm-hmm. Dat is raar om te zeggen, hè? Maar je bedrijf verdient beter dan jij. Je bent misschien een ondernemer, maar dat wil niet direct zeggen dat je de perfecte manager bent die het bedrijf nog eens van 50 tot 250 man gaat schalen. Maar 50 is niet moeilijk, maar daarna wordt het echt moeilijk. Ja. Er wordt heel veel gespeculeerd over korte termijn impact. Die is wel vrij duidelijk. Maar wat is nu eigenlijk, wat zal het de impact zijn van de coronacrisis op lange termijn? Specifiek dan voor start-ups en het innovatie-ecosysteem. Ik heb al nieuwsberichten gelezen dat bepaalde bedrijven gaan besparen op innovatie bijvoorbeeld. Start-ups die natuurlijk deals hebben die uitblijven met investeerders of belangrijke klanten. Ik zou heel graag jouw mening daarover willen weten. Wat is volgens jou de impact? Voor het innovatie-ecosysteem, gelukkig dat je het daarbij houdt, want daar misschien kan je een boek schrijven. Maar ik denk, en ik heb geen glazen bol, maar ik vermoed dat er nu een paniekreactie was natuurlijk. Iedereen bevriest zijn budgetten, omdat ze niet weten wat het brengt. Maar nu dat alles terug stilletjes aan op gang komt, denk ik wel dat er heel veel... executive committees, ik bedoel managements, gaan verplicht worden door de raad van bestuur om na te denken over, als dit nog eens voorvalt, zijn we er als bedrijf klaar voor? En wat is het antwoord als je vraagt, is ons bedrijf er klaar voor? Ja, het antwoord is simpel, hè. Zijn wij genoeg gedigitaliseerd dat de mensen van thuis uit kunnen werken? En dus ik denk dat ook wel in deze crisis is aangetoond dat digitalisatie key is en hoe meer van je processen dat je digitaal in kaart hebt en kunt rapporteren op een digitale manier, hoe beter dat je zo'n crisis overleeft. Dus ik denk dat je er niet aan moet twijfelen dat na deze crisis het innovatiesysteem, heel het ecosysteem en de start-ups en scale-ups, dat dan een serieuze boost gaat krijgen. Ik ben ervan overtuigd. De toekomst van Rombiet ziet er goed uit. Kan je misschien een paar toekomstplannen delen? Wat staat er nog op de planning bij jullie? Wel, het is nu de zaak om te proberen... Ja, wereldwijd hebben we nu een naam gemaakt... nu moeten we die naam natuurlijk nog waarmaken. Het is één ding om overal het nieuws te komen en overal bekend te worden. En nu is het een kwestie van delivery. We gaan nu proberen de komende maanden om zoveel mogelijk van die klanten ook effectief voor de volledige hoeveelheid te laten tekenen en te beleveren. En we hopen binnen een paar jaar dat, dat we kunnen zeggen dat in een aantal regio's van de wereld die industrie, dat de mensen daar toch volledig getagd zijn door onze device. En daarnaast willen we dan ook nog graag onze services en onze andere producten en diensten
ook daar proberen bovenop te verkopen, zodat we toch een stevige footprint krijgen in die doelmarkt, in die industriële doelmarkt. Daarnaast gaan we ook zeker naar partners kijken om andere markten, om daar ook een opening te creëren. Maar dat gaan we zeker niet zelf doen. En ik denk dat het doel moet zijn om binnen een paar jaar ofwel van Rombit zo'n groot succes te maken, dat we op basis van ons inkomsten een soort van innovatiemotor kunnen inschakelen, waardoor dat we elk jaar van de cash die binnenkomt eigenlijk nieuwe initiatieven kunnen starten, zoals de wearable. Mm-hmm. Ofwel, een tweede scenario is dat we binnen een paar jaar, dat het zo opgeblazen is, dat we een bod gaan krijgen dat too good to refuse is, en dat we verkopen en dat we dan met dat geld nieuwe dingen gaan doen. Either way is het de bedoeling om een soort van innovatie engine te gaan creëren, waar dat we meer van dit soort dingen mee kunnen gaan doen, hier in Vlaanderen of daarbuiten. Op welke manier dat gaat gebeuren, dat zal de toekomst wel uitwijzen. Wat zijn jouw ambities als Jorik voor de komende jaren? Wel, mijn ambities is om dit nu verder vanuit de raad van bestuur eigenlijk dan in mijn nieuwe rol als overkoepelende netwerker, lobbyist, om dit verhaal verder groot te maken met John als kapitein. En van dan ja, binnen een paar jaar, ofwel als we verkopen of als alles eigenlijk op de rails zit, dan is de bedoeling dat ik er eens een paar maanden of een half jaar tussenuit ga. Een half jaar gaan ergens in middle of nowhere wel in warmere orde gaan duiken, gaan surfen, even echt gewoon weg. En dan daarna heb ik al het volgende idee. Ja, ik zit eigenlijk met het idee om een bedrijf op te starten of om de Rombit een volgend project op te starten binnen een paar jaar, waar we exoskeletons gaan bouwen voor industrie en voor eventueel politiehandhaving, militair, whatever. Maar dus laat ons zeggen dat de wearable, de armband, de eerste extensie was, digitale extensie van het menselijk lichaam, maar dat ik wel een soort van Iron Man droom heb. Super, super interessant allemaal. Ik ga sowieso nog Rombit blijven volgen met de Romware en alle nieuwe innovaties die jullie op de markt gaan brengen. Alleszins heel, heel erg bedankt, Jorik, om in deze virtuele versie van onze Startup Sofa aanwezig te zijn. Dank jullie wel om te kijken naar deze Startup Sofa en ik zie jullie graag een volgende keer terug. Dag.